uitvoerend gedrag vertalen op die werking, dat specifiek aan het drijvers gekoppeld. Maar dan is het toch nog mooier als je kaartjes erbij hebt vanuit de energie. Ja. Ja. Waar we misschien ook even over na moeten denken, is of die kaartjes. Ja, we hebben zeg maar die signaalkaarten, die hebben we ooit specifiek laten ontstaan. Signaalkaarten, die hebben ooit het idee hebben gejat uit de gezondheidszorg. Waar ze die echt overal hebben ophangen, of de tijdelijkheidskaarten, dat heet het officieel. Want het voordeel is, die zijn geclassificeerd, die kun je in de keuken hangen, die kun je overal, dan kun je die ophangen. Er zijn ook maagtechnisch heel kunstig, hè, dus dat is het bij het meegeven. Dan heb je nog de kleine kaartjes wat je zou kunnen overwegen. Ik heb het zelf wel eens ooit van een bedrijf. We hebben dat ook vroeger als met de singledagen hadden we toch ook die kaartjes. Die hadden we aan zijn lanyard hangen. Er stonden tips op. En dus je kunt een aantal varianten. Ik denk dat het wel goed is dat we nu beginnen met een algemeen variant. En dat we dat straks doortrekken naar eventueel gespecialiseerde varianten, horeca. Betaal je altijd gezondheidszorg van geven. Net onder de kin. Of dienstverlening. Dan kun je daar mooi op. Maar het zou wel denk ik, omdat deze dit type vraag ook iets andere benadering dan. Een lekker bedje voor de baby. Zullen we nog even naar binnen? Yes.